De gemeente Ede is al een aantal jaren bezig met het afkoppelen van regenwater. Daardoor komt regenwater niet meer in het riool, maar rechtstreeks in de grond terecht. En dat is enerzijds goed voor het milieu en levert anderzijds minder overstromingen op in de Edese straten. Eigenlijk heel veel water wat gewoon op straat valt, gaat de putten in en dan het riool. Toen hebben we aan de mensen gevraagd, je tuin en je dak, vooral op je dak komt ook heel wat water terecht. Dat komt via allerlei buizen, ook het riool in. Mag dat niet gewoon je tuin in? En daarbij kun je helpen met een infiltratieput. Ruim de helft van de mensen die hier in de burgemeestersbuurt wonen, in de componistenbuurt, zo'n ruim 450 huishoudens, hebben ja gezegd. Afgekoppeld van het riool met het regenwater. En het gaat gewoon heel netjes de bodem in. Het voordeel is dat regenwater niet meer als zo schoon als het is naar de zuivering wordt afgevoerd. En we daar onnodig zuiveren. Een tweede voordeel is dat we water op straat tegengaan, dus minder wateroverlast hebben. En het gaat de bodem in. Dus het regenwater komt letterlijk te goed aan de natuur. We willen zorgen dat er geen water, dat kelders niet onderlopen, dat het riool het aan kan wat we aanvoeren. En dat betekent dat je niet een groot riool moet gaan bouwen, maar je moet zorgen op andere manieren dat het water weg kan. Marjolein Verrijken woont in de burgemeestersbuurt in Ede en heeft haar woning laten afkoppelen. Het regenwater wat op het dak van haar woning valt, komt nu niet meer in het riool terecht, maar verdwijnt in de grond in haar eigen achtertuin. Wij zijn middels een brief geïnformeerd over het project. En er werd een informatieavond georganiseerd en daar zijn wij langs geweest. Want wist u wat dat was, dat afkoppelen? We hadden wel enig idee wat het inhield, maar we zijn toch eventjes geweest bij de informatieavond om te kijken hoe dat nou precies in zijn werk ging. En dat werd op de avond helemaal duidelijk. Dus het project is begonnen in de wijk en vervolgens heb ik een tijdje afgewacht om te kijken hoe het ging. En heb ik daarop besloten na een aantal ervaringen van mensen in de straat en in de wijk doorgenomen te hebben dat het een goed project was, dat het goed ging en dat het ook een zinvol project was. Ik praat graag in voetbalvelden, dan weet ik een beetje hoe groot iets is. Nou, als je ziet wat we als gemeente hebben gedaan, hebben we qua straatoppervlakte 10 voetbalvelden kunnen afkoppelen. Dus het water wat daar opvalt, gaat gewoon de bodem in. En de bewoners hebben meegedaan, hun daken tellen voor 8 voetbalvelden. Dus samen hebben we bijna 20 voetbalvelden afgekoppeld van het riool. Het afkoppelen van regenwater is onder andere bedoeld om wateroverlast bij hevige regenbuien tegen te gaan. Het gevolg van het afkoppelen is onder andere dat straten die in het verleden na een flinke regenbui blank stonden, dat probleem nu veel minder of helemaal niet meer hebben. De gemeente Ede heeft al in verschillende straten en wijken in Ede afkoppelprojecten georganiseerd, waarbij de gemeente werkzaamheden aan de openbare ruimte en het riool heeft gecombineerd met het afkoppelen van regenwater. In die gebieden waar we al bezig zijn met het riool, een nieuw riool aanleggen, hebben we natuurlijk de kans om tegen de mensen te zeggen, hey, als je nu af wil koppelen van het regenwater, dan komen we even langs, we zijn toch bezig. Dus in al die gebieden waar we bezig zijn met het riool, willen we ook heel graag bezig zijn met het afkoppelen van de woningen van het riool, het regenwater dan wel te verstaan. Vanwege het succes is de gemeente inmiddels ook gestart met het afkoppelen van regenwater in de Weerkruislaan in Bennekom-Oost. En wellicht start de gemeente in de toekomst ook op andere plaatsen met het afkoppelen van regenwater. Wilt u meer informatie? Ga dan naar ede.nl en zoek op afkoppelen.